Yo, what up children from the Kakelijn fam. Ik ben het, je boy Don Kakelijn. Jullie hebben me weer gemist, maar ik ben weer terug, man, samen met Johan. Nieuwe lang levende liefde video. Ik hoor jullie denken, kaak, waarom upload je maar één keer per week in plaats van twee keer? Omdat jullie niet gewoon likes achterlaten, man. Hoe meer likes, hoe meer video's. Weet ik veel, ja. Nee, man, daar komt het niet door. Ik weet eigenlijk niet waardoor het komt. Misschien ga ik wel weer drie keer in de week uploaden in plaats van twee keer. Want er komt wel gewoon een highlight elke keer. Neem in ieder geval even abonnement en dan like, man. Normaal mag je dat voor de video niet vragen, maar je weet dat die shit altijd legendary is, man. Ik hou van jullie. Zet even in de comments welke kleur haar je hebt, man. Boost dat algoritme voor me, man. Fuck. Anyway, we zijn terug met een nieuwe video van Lang Leven de Liefde. En de titel is Een horken van monster. Jonah vindt zijn date maar niets. Nou, dit gaat compleet uit de hand lopen. Dat is één ding waar we zeker over kunnen zijn. Dus ja, man. Laten we even lekker kijken hoe en wat. Nu heb ik nog wel even één dingetje dat ik even wil zeggen. Ik heb gisteren... ga even met iemand aan het chillen. En diegene heeft COVID. Er is een kans... Ik ben vanavond nog live. Of nee, want deze video komt woensdag online. Ik ben morgen waarschijnlijk nog live. En als ik er niet ben, dan lig ik dus op bed met COVID. How stupid can you be? Dan weten jullie dat alvast. Ik voorspel het nu alvast. Oké, groetjes mij. Joe. Nikki. Oké, niet heel... goed? Ja, maar ja. Ja, goed, hè? Hoor je loopt, Maurits? Ja, anders. Zo, ik ben godverdomme blij dat ze dit ondertiteld hebben. De tering, ouwe. Anders had ik Twan nodig. Ik versta het ook niet. Wat is dit? Waar komt die man vandaan? Oeh, zo maar aan, denk ik. Even kijken, ja. Even kijken. Kun je nog een bad? Ja, ook nog. Kun je op piano zo, dat is mooi, hem. Nee, ik ook. Zo, dat is mooi, hem. Ik kan nog mijn bad nemen. Ik kan nog mijn bad nemen. Ik weet niet, man. Kijk, ik wil jullie mensen uit het oosten ook niet roosten, maar het klinkt wel gewoon een piece alsof jullie constant tegen een tia aanhikken, man. Real shit. Dit doe ik alleen maar aan, niet dat ik moe van. Ja, we moeten nog buiten, hè? Huh? Kijk, een mooie tuin. Ja, de hot tub, alles erbij. Wie van jullie heeft vroeger nog De Gouden Kooi gekeken, man? Kennen jullie dat programma nog, De Gouden Kooi? Dat was echt zo'n, er zaten echt tien van die tokkies in zo'n villa en die sloegen elkaar de hersens in. Maar dat is deze osso, man. Ah, feitje, wisten jullie niet, hè? Ja, Lang Leven de Liefde wordt opgenomen in dezelfde villa. Wisten jullie niet, hè? John de Mol heeft deze video... Ik weet niet, is dit nog van Talpa? Nou, ik veel. Een of andere producent heeft dit gewoon opgekocht, die villa. En daar worden nu dit soort programma's in gemaakt. Wisten jullie niet, hè? Neem een like en abonnement. Moeten we weer naar binnen? Het is wat cold, hè? Versta het niet. Echt blij dat het ondertiteld is. Ja, waarom zou je... Kijk, ik vind singles zijn helemaal niet zo heel erg, man. Ik geniet wel. Kijk, guys, jullie denken allemaal... Ah, Don, je bent single, want niemand... Je hebt geen baddies in je DM. Dat klopt niet, man. DM is flooded, man. Wat was je eerste indruk, dan? Ja, deze guy is een typetje. Praat hij echt zo? Nou, spontane jongen. Ja, toch? Oké. Okay. Van die lekkere oorbelletjes in. Zo'n lekkere zoentattoo in zijn nek. Ja, dit is een gauw, hoor. Deze is top, deze guy. Dat is wel voor elkaar, dan. Nee, jokeren. Wat is dat? Doe ik altijd met opa en oma. Dat ken ik niet. Ja, ik wist verder niet wat ik moest bedenken. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, ik... Ah, ze zijn alle twee wel op het initiatiefniveau van een zak stront, man. Ze hebben alle twee gewoon niet echt over nagedacht van... joh, laten we dit of dit doen, want dat is leuk. Weet je, ze hebben alle twee zoiets van... ja, eigenlijk heb ik hier geen zin in, maar ik ben er nou toch. Ik denk niet dat dit een spetterend einde wordt. Ik call het nu alvast. Ik had bierpong bedacht, maar met water is dat ook zo wel niet. Heb je ook huisdieren of... Oh. Is daten echt zo moeilijk, guys? Praat even met me in die comments, man. Is daten echt zo lastig deze dagen, ja? Is er nou niemand evolved? Heeft nou niemand zoiets van... Oké, laat ik gewoon een keertje vragen van... Yo, wat vind jij van het huidige conflict tussen Oekraïne en Rusland? Ja? Is iedereen gewoon op wat zijn je hobby's en heb je huisdieren? Zijn mensen nog steeds echt op dat soort shit? Oh man, ik had al wel een beetje diepgang. Dat je praat over shit that's important to you. Dingen die op je hart liggen. Moet bijna huilen. Oh shit. Ja, zijn wij behoorlijk stil, hoor. Ja. Redelijk, hij houdt niet van katten. Ja, dit is een ding, man. Je hebt van die kattenmeisjes. Ja, als je dan zegt dat je... Ik hou wel van katten. Ik vind katten leuk. Ik heb zelf ook een kat. Ik weet even niet waar die is. Ik heb ook een hond. Ik heb alles. Ik heb ook een minderwaardigheidscomplex. Ik heb alles. Dus ze drinkt ook niet. Ik nam dingetjes. Ja, hij drinkt natuurlijk, zodra hij wakker wordt, trekt het joch een biertje open. Ik drink ook niet. Nou, niet veel in ieder geval. Bijna niet. Ik ben gezellig, hoor. Oh, leuke guy. Heerlijk, ladies. Laat maar. Je bent niet zo moeilijk, hè? Nee. Heb je wel een eigen mening? Ja, ja. Dan is het goed. Ja, dat vroeg je, hè?
Hij vroeg letterlijk aan, heb je wel een eigen mening? Dat is best wel een confronterende vraag, man. Als een chick wat stiller is, zou ik niet per se aan haar vragen, heb jij wel een eigen mening? Of dat is wel bot, man. Jongen, wat een hork. Vreselijk. Ligt het al opgebaard? Nee. Ligt het al opgebaard, zegt hij. Oh, ik ga lekker op deze guy, zeg. Oh, ja, zij is niet heel... Zij heeft niet... Ik weet niet, man. Jona heeft niet echt een sprankelende persoonlijkheid. Het is een beetje treurig. Ja. Meer kan ik er niet van maken. Het is letterlijk... ze zegt niks, ze doet niks, ze wil niks. Kijk, bedoel, ik ben ook best wel lui. Ik hoef ook niet altijd shit te doen, maar ik ben wel gewoon... ik babbel wel lekker, weet je. Het is wakker. Het is wakker, tering. Hij gaat er meer gestrekt benen in ik door, maar liter, man. Hij is grof, deze dude. Ga er wel lekker op. Wat een monster, zegt hij. Nee, toch? Deze guy heeft no chill. Wat een monster, zegt hij. Wat waren je intenties van deze date? Nou ja, uiteindelijk wel. Ga naar de liefde, lijkt mij. Nou, lieverd, ik denk dat je jezelf dan... Ik weet niet of je dit kijkt, deze video. Ik ben ook geen liefdesgoeroe, maar ik denk dat je dan zelf jezelf iets meer moet openstellen dan dat je nu gedaan hebt. Want dit is redelijk terug, ja? Ik ben gewoon eerlijk. Maar ik probeer er dan nog wel wat van te maken. En bij jou gebeurt er helemaal geen ene donder weer, hoor. Ja, dat kan. Nou, dat vind ik niet zo leuk, maar goed. Ik ga me lekker mijn tassen pakken. Dan ga ik lekker naar huis. Ja, ik snap het wel. Kijk, weet je wat het is, guys? Die guy, hij probeerde nog wel een beetje initiatief te tonen zo. Maar ik bedoel, van zijn kant, van haar kant kwam er helemaal niks, man. Dat was echt fucking treurig. Weet je wat ook fucking treurig is? Jullie gaan like en abonnement nemen. Begin het even te doen, man. Dit was het. Shout-out naar jullie. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van mijn ongelooflijk goede commentaar bij deze video. Ik hou van jullie. En jullie zitten hier, hè. Met z'n allen, hè. Alle 111.000 zitten jullie hier, man. Waarnemen sneeuw. Groetjes. Ik hou van jullie. Doei.